Met dit gebouw, Herman, heb ik een plek gerealiseerd waar heel veel mensen zich thuis voelen. Want een plek, een programma en een plek gaan altijd samen. Een programma kan goed zijn, maar als de plek niet goed is, dan is het gevoel niet goed. En in dit bijzondere gebouw, het Groene Paviljoen, waar alles asymmetrisch is en waar de volledige Feng Shui-filosofie is gehanteerd, daar voelt een mens zich ook zo comfortabel en heimisch. En daardoor wordt de bijeenkomst, congres, seminar of symposium wordt zoveel beter. Aldus de gast. Ja. Hoe duurzaam is dit gebouw? Duurzaam, een interessant thema natuurlijk. In mijn ogen is duurzaam iets wat gemaakt is van een product, hout in dit geval, wat in zijn leven veel CO2 heeft gebonden. Dit gebouw bijvoorbeeld heeft tijdens zijn groei van het hout heeft gebonden 340.000 kilo CO2. Dus het gebruiken van hout en het herplanten van hout draagt bij aan het reduceren van het CO2-gehalte. Het heeft ook een enorme voordeel voor energiebesparing. Hoe kun je dat uitdrukken? Ik profiteer van de zonnewarmte. De energiebesparing is hier rijkelijk omdat de zon ons gebouw opwarmt. Geen zonnecollectoren of zonnesystemen. Nee, de zon die door het glas naar binnen komt. En juist in de winter, als je de zon nodig hebt, warmt die het gebouw op. Mijn gasverbruik in dit gebouw van ongeveer 4000 kuub inhoud is 1200 euro per jaar. Zitten er ook nog eikels bij? Wat zei jij ook alweer toen? Wel of niet? Weet weten? Ja, ik dacht van niet, hè? Ik dacht van niet. Zeg, ik vind het zo leuk, dames en heren. Ik heb elk jaar hier 35.000 gasten. Elke dag een gezelschap. En ik vind het altijd leuk om eens te kijken bij een paar van de gasten. Wat zijn zij nou voor bom? En dan ga ik even het grote boek opslaan. Soms vraag ik aan iemand, zou u het willen weten? Mooi exemplaar overigens ook. Geen treurwild. Nee, zeker niet. Zeg, geboortedatum en het jaar hoeft er niet bij. 70 januari. Kijk, 27 januari, een absoluut interessant mens. Ja. Een schitterende boom, een mooi mens. En u hebt iets met de Mediterranee, hè? Italië of Spanje bent u al geweest, hè? Wat is nou in Spanje of in Italië de meest markante boom in het landschap? Cyprus. Correct, u bent een Cyprus. En ik heb het niet bedacht, u bent het, het staat hier in het boek. De mens, ja, de mens die geboren is van 5...